Welkom in Simpelveld. Ik ga jullie even een rondleiding geven door het huisje. Als je binnenkomt heb je aan de rechterkant de eethoek voor 4 personen. Maar daar kun je ook een 6-persoons eethoek van maken. Dan is hier een soort barretje voor 2. Een keuken met een combi-oven. Ja, en verder eigenlijk alles wat je maar kunt bedenken dat je nodig zou kunnen hebben tijdens het koken. Nog zelfs een staafmixer. Hier kun je ook je voorraad kwijt. Je brood, je groenten, etc. Hier is de koelkast. De vaatwasser. Dan hebben we hier de zithoek. Televisie, afstandsbediening. En het haardje dat je natuurlijk mag gebruiken. Dan gaan we even naar boven. Hier staat een strijkplank en een strijkbout en een wasrek. En spelletjes. En boven vind je een bed. Daar hebben we een soort bank van gemaakt, omdat dat er gezellig uitziet. Maar je kunt ze van elkaar aftillen, dan heb je 2 eenpersoonsbedden. Kun je ze ook nog aan elkaar bevestigen, dan heb je 1 groot tweepersoonsbed. Bureautje. En daar is een stoel voor de eethoek als je met 6 personen daar wilt eten. En nog eentje. Een ladekast voor kleding. En als je kleding wil ophangen, kan dat hier. Je mag alles gebruiken wat je ziet. Bijvoorbeeld de yogamat. Goed, we gaan weer naar beneden. Hier is de thermostaat trouwens. We hebben hier 2 slaapkamers. Dit noemen we de rode kamer. Met een stapelbed. Ook stripboeken. Ook weer een ladekast voor kleding. Hangkleding kun je hier kwijt. En natuurlijk rode gordijnen en een geweldig uitzicht. De master bedroom, zeg maar. 2-persoonsbed. Ja, waarom is dit de groene kamer? Omdat alles groen is. De gordijnen, de muren, het bed en ook het behangetje. Wil je hier je kleding kwijt? Dan zijn er allemaal bakken onder het bed. Je kunt natuurlijk kleding kwijt op de hangertjes. Dan is hier de kapstok. Dat wijst zich vanzelf. Dan is hier de badkamer. Hier is de wasmachine. Mag je gewoon gebruiken, geen probleem. Als je weggaat, laat hem dan alsjeblieft op een kiertje openstaan. Hier badmatjes. Ze zijn nu allemaal gewassen, daar hangt er eentje te drogen. Douche, inloopdouche. Helemaal top. Niks bijzonders eigenlijk. Als je gedoucht hebt, doe dan even met het trekkertje het meeste water even via het gootje weg. Want dat scheelt schimmelaanslag. En na het douchen dit ding lekker open laten staan. Raampje openzetten. Dan kan het goed ventileren. En mocht je ontzettend ongesteld worden en niks bij je hebben, ook geen probleem. Dan ga ik nu nog even de tuin laten zien. Nou, de tuin. Zo aan de voorkant staat een grote tafel waar je met 6 personen aan kunt eten. Er zijn 6 stoelen zoals je ziet. Een buitenkeuken. In dat enorme gat past precies een Weber barbecue en die vind je in het schuurtje. Als je die gebruikt hebt, even schoonmaken en terugzetten. Maar voel je vrij om hem te gebruiken. In het schuurtje, dat is hier, vind je kussentjes voor deze stoelen. En ook kussens voor een picknickset en een bank. En waar vind je die dan? Nou, dat is wel echt het allerleukste van dit hele huisje. Dat is namelijk het paradijsje dat erachter ligt. Kijk. Nou, hier staat ook een vuurschaal. Dan kun je 's avonds een vuurtje maken als je dat leuk vindt. Maar dit, jongens, ik ga nu even zitten op het bankje. Dit is waar ik iedere keer weer voor terugkom. Ik hoop jullie ook van harte welkom in Simpelveld.